De legislatuur van het Vlaams parlement zit er bijna op. N-VA, CD&V en OpenVLD vormden samen tussen 2014 en 2019 de meerderheid in de koepelzaal. Samen met Peter van Rompuy, fractieleider van CD&V, maakt Joris van der Poorten het rapport op van de leden van het Vlaams parlement, de regering en hun beleid. In de aanloop naar de verkiezingen praat ik met de 6 fractieleiders van de partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams parlement. Mijn gast vandaag is Peter van Rompuy van de CD&V. Dag, meneer Van Rompuy. Ja, u bent mijn gast als fractieleider, maar dat bent u nog maar een maand of 3. Hoe was het die afgelopen 3 maanden? Heeft het nog veel veranderd voor u als parlementair? Of was het gewoon aftellen tot de verkiezingen? Nee, ja, het is nooit gemakkelijk om 3 maanden voor de verkiezingen plots fractieleider te moeten en te mogen worden. Het is een grote verantwoordelijkheid. Die 3 laatste maanden zijn altijd belangrijk. Er moeten ook heel veel dossiers door. En concreet, hoe heeft dat uw werk veranderd? Voor mij, de grote verandering is natuurlijk dat ik als parlementslid volg je een aantal specifieke thema's. In mijn geval economie, financiën, begroting en dergelijke meer. Als je fractieleider bent, moet je plots alle dossiers volgen van de ene dag op de andere. Moet ik ook kunnen zeggen hoe het zit met het mestactieplan, met onderwijs en dergelijke meer. Dus voor mij was dat de grote verandering. Ik heb aan een eiltempo moeten dossiers studeren, hè, tussen de vergaderingen door, om ervoor te zorgen dat ik goed wist waarover het ging en dat als ik geïnterviewd zou worden, dat ik ook zou kunnen... Want we gaan terugblikken, hè, op de afgelopen zes jaar. Ja. Nu, 3 maanden geleden zouden we deze opname gedaan hebben met Koen van den Heuvel. Die was fractieleider van de CD&V, maar hij is nu voor dik 100 dagen minister geworden na het ontslag uit de regering van Joke Schaafvliegen. Nu, in de rapporten die zijn opgemaakt over die Vlaamse regering door een aantal media, kreeg zij, Schaafvliegen, stevast de slechtste punten, een buis. Hoe blikt u dan terug op haar passage op de departementen Landbouw en Leefmilieu? Omgeving, moeten we nu zeggen. Ja, ik denk dat haar bilan onterecht te negatief getekend is door haar ontslag. Hè. Als je kijkt, ze heeft toch ook een aantal belangrijke beslissingen genomen of veranderingen in gang gezet. Een voorbeeld is de vergroening van de autofiscaliteit. Het aantal nieuwe dieselwagens is daardoor gedaald van 75% naar onder de 50%. Is dat niet vooral een verdienste van de minister? Dat is van financiën en begroting. En dat was een liberaal natuurlijk. Ik zal een ander voorbeeld geven als u dat graag heeft. Hè. De waterfactuur. De waterfactuur is hervormd. Een principe is nu geworden dat de vervuiler betaalt. En dat zie je ook. Hè. Het waterverbruik daalt stelselmatig. Er is ook het Vlaams Klimaatplan goedgekeurd geweest. Het Klimaatfonds is vrijgesteld. 440 miljoen euro aan bijkomende middelen voor het klimaat. Dat is toch een belangrijke stap die vooruitgezet geweest is. Allemaal ook in andere bevoegdheden. Ik zal bijvoorbeeld nemen ruimtelijke ordening, waar ze ook voor bevoegd was. Is er de omgevingsvergunning, de combinatie van... In ruimtelijke ordening is ze natuurlijk ook wel geplaagd door dat dossier over het bos waar Essers wou uitbreiden, waar heel veel rond te doen is geweest. U heeft het over klimaat. Nu, het sluitstuk van het klimaatbeleid, zei de Vlaamse regering, zou de betonstop moeten worden. Dat zou de kroon op het werk moeten zijn van het klimaatbeleid van de Vlaamse regering. De 4 decreten die betonstop mogelijk moeten maken, zijn niet meer gestemd geraakt door dit parlement, waar u dan deel van uitmaakt. Dat blijft dan toch kleven. Je kan wel zeggen, er is van alles gedaan voor klimaat, maar goed, de kroon op het werk, die is er niet gekomen. Ja. Nu, minister Schaafvliegen is de eerste minister die het hele thema van het beschermen van de openbare ruimte echt op de politieke agenda geplaatst heeft. Ze heeft ook de strategische visie... Maar je moet iets realiseren. Ja, maar ik ga onmiddellijk komen tot de latere punten. Hè. Zij heeft het op de agenda geplaatst. Daardoor is het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de strategische visie daarover, is goedgekeurd. Onmiddellijk daarna, want dat is gebeurd een klein jaar geleden, is men begonnen met het uitrollen van de concrete decreten die daarvan het gevolg moeten zijn, de 4 decreten, waaronder onder andere de betonstop, de topbossen en dergelijke meer. En die decreten die moeten een vaste juridische basis hebben. Ik zal u ook uitleggen... Ja, maar die is er niet, hè, want de Raad van State heeft kritiek op dat instrument, de decreten, die...
ja, eigenaars van een bouwgrond moet compenseren als die bouwgrond een andere bestemming krijgt. Nu, als de Raad van State, u bent jurist, als de Raad van State daar kritiek op heeft en je stelt vast dat de minister die verantwoordelijk is zelf juriste is, dan krijg je dat toch niet verkocht? Dat had ze toch beter moeten managen? Kijk, het gaat over de eigendom van burgers. Dus we moeten decreten maken die juridisch solide zijn. De Raad van State heeft, dat is net het hele punt, de Raad van State heeft een aantal bemerkingen gemaakt. En als regering heeft men beslist dat men die bemerkingen ernstig wil nemen. Maar had ze zodanig dat kunnen voorzien, dat die bemerkingen zouden komen? Bijna elk decreet heeft opmerkingen van de Raad van State. We nemen die serieus. We pakken die aan. Dat betekende dat een MER nodig was, waardoor we, jammer genoeg, een milieueffectenrapportage nodig was. Dat is wat de Raad van State gevraagd heeft. Dus hebben we dat gedaan. Opnieuw, het gaat over eigendom van de mensen. We moeten zorgen dat als we stappen daarin zetten, dat dat op een rechtszekere manier gebeurt. En ten tweede willen we ook dat in de toekomst, daarom ook dat al die dossiers aan elkaar gelinkt waren, dat als we bijvoorbeeld moeten beslissen dat op een bepaald perceel niet meer gebouwd zal kunnen worden, dat je daarvoor gecompenseerd wordt. Niet zoals vroeger. Vroeger kreeg je maar 80%. Het wordt 100%. Daarboven, en dat vind ik ook heel belangrijk, vroeger was het op basis van de aankoopwaarde. In de toekomst wordt het op basis van de actuele waarde. En op die manier willen we... De waarde, vindt u dat oké, dat men 100% vergoedt voor een perceel dat misschien ergens ligt waar amper een weg passeert, waar nog geen nutsvoorzieningen zijn, en dat men daar dan toch 100% voor uittrekt? Opnieuw, het is de eigendom van mensen. We willen absoluut niet komen tot welke vorm van onteigening dan ook. En als je een draagvlak wilt voor deze belangrijke omslag, dan moet je dat doen met een solide, rechtszekere basis en met een ordentelijke schadevergoedingsregeling. En dat is de enige manier om ervan succes solide, te maken. Waarom was die solide juridische basis er niet van meet af aan toen zij het dossier nog aan het beheren was? Maar zij heeft op enkele maanden tijd die decreten gemaakt. Na het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, daar zijn opmerkingen opgekomen van de Raad van State. Men heeft die serieus genomen. Een van die opmerkingen was een milieueffectenrapportage. En daardoor hebben wij anderhalve maand die we... Anders hadden we dat kunnen sturen. U zei zelf al, mijn interesses liggen vooral op het vlak van financiën, begroting, economie. Dat zijn ook de commissies waar u sowieso al deel van uitmaakte voor uw fractieleider werd. Mag de meerderheid op economisch vlak trots zijn op haar werk? De economie draait behoorlijk goed, de begroting is in orde, de Vlaamse export doet het goed. Goed gedaan, Vlaamse regering? Ja, in mijn ogen, op economisch vlak is er een goed parcours gereden. In het algemeen trouwens is er een goed parcours gereden in aanvankelijk moeilijke omstandigheden. Laten we niet vergeten, bij het begin van de legislatuur moest er een tekort van 2 miljard euro weggewerkt worden. Desondanks hebben wij van in het begin gezegd dat dit een investeringsregering zou zijn. De helft op economie... De gevolgen van de zesde staatshervorming waar u zelf, van uw partij zelf... Dat is ook logisch. Ik zal u uitleggen waarom. Omdat de bevoegdheden naar Vlaanderen kwamen zonder het geld. De bevoegdheden werden overgedragen. En tegelijkertijd heeft men gezegd, kijk, alle overheden in dit land moeten een bijdrage leveren aan de sanering van de begroting. Dus we dragen die bevoegdheden over en we doen een kleine korting die ervoor zorgt dat alle deelstaten verplicht worden om een sanering te doen, net zoals ook de federale overheid die moest doen. Dus van de 2 miljard euro was er 1,5 miljard euro die bespaard moest worden omwille van de staatshervorming. Dat is ook gebeurd. De begroting is in orde. Daarboven hebben we de investeringsagenda kunnen uitvoeren zoals gepland. Jarenlang heeft de oppositie gezegd, jullie zullen die investeringsagenda nooit kunnen waarmaken. We hebben die volledig kunnen waarmaken. En wat de zesde staatshervorming betreft, zou ik ook graag daaraan willen toevoegen dat ik vaststel dat op veel van die domeinen van de nieuwe bevoegdheden die we hebben, dat er ook echt mee aan de slag gegaan is. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de hervorming van de kinderbijslag. Ik wil daar straks over hebben, maar ik wil nog even bij dat economisch palmares blijven van de Vlaamse regering. U zegt, men heeft dat kunnen doen na een structurele besparing in het begin van de legislatuur. Men heeft die 2 miljard gezocht en gevonden. Maar is dat goede rapport, economisch dan niet vooral de verdiensten van die andere Vlaamse partijen in de Vlaamse regering? De begroting die zit bij de Liberalen, werk zit bij Flip Muiters van de N-VA. Het dossier van de Brexit heeft de minister-president zelf naar zich toegetrokken.
Wat is de inbreng geweest van de CD&V in dat economisch verhaal? Wel, ik zal het laatste dossier nemen. Het dossier van de Brexit. Heb ik zelf maandenlang gezegd, let op, we zullen een nooddecreet moeten stemmen voor de Brexit om klaar te zijn in geval het zou gebeuren. Maandenlang heeft men gezegd dat het niet nodig was en de laatste week heeft men plots vastgesteld, het is toch nodig en het moet er komen. Dus, op voorwaarde dat de Britten in dit geval is het eigenlijk het omgekeerde van hetgeen dat u net komt te zeggen. Heeft toch niet minister-president Geert Bourgeois heel hard aan die kar getrokken? Natuurlijk, ik ben blij dat het decreet de gekomen is. De infoavonden. Maar ik zal het heel kort houden. Ik heb gezegd, er moet een nooddecreet komen. De minister-president heeft maandenlang geantwoord in het parlement dat er geen nooddecreet nodig was. En uiteindelijk hebben we er toch in moeten stemmen op de valreep. Maar ik ben blij dat het er is. We hebben het samen gerealiseerd. En dat is, denk ik, het enige wat uiteindelijk telt. Maar het is het omgekeerde van wat u net suggereerde. De vraag was vooral, wat is de inbreng geweest van de CD&V in dat economisch palmares? Ik zal u graag nog een voorbeeld geven. Hè. Een belangrijk aspect is de versterking van de koopkracht geweest. Dat is de tax shift die federaal beslist geweest is, die er gekomen is op initiatief van de CD&V. Die hebben we met de Vlaamse regering hebben we die gewoon doorgetrokken. Versterking van de koopkracht voor de werkende mensen, initiatief van CD&V, 100% overgenomen door de Vlaamse regering. Dus een initiatief van de CD&V op federaal niveau dat hier dan zijn gevolgen heeft gehad, hoor ik 500 miljoen euro. Tot de vorige legislatuur was de CD&V de grote broer van de N-VA. Een vergelijking die teruggaat tot die periode van het Vlaams kartel. Nu, tijdens de afgelopen legislatuur waren de rollen omgekeerd. Was dat lastig? Oh, kijk. De kiezer heeft daartoe beslist. Hè? Dus, dat hebben we gezien in de samenleving van het parlement. En, onmiddellijk antwoorden daarop. Hè. Wij hebben in deze regering de bevoegdheid gehad over meer dan de helft van de budgetten van de Vlaamse regering. In het bijzonder, omdat er onderwijs bij zit natuurlijk. Omdat er onderwijs bij zit en zorg. Die twee alleen al zijn samen goed voor meer dan de helft. Dus wij hebben zonder enige twijfel onze stempel gedrukt op deze Vlaamse regering. De investeringsmiddelen hebben we ook netjes verdeeld, 50-50. Namelijk 50% voor de economie, 50% voor maatschappelijke noden, waaronder onderwijs, zorg en dergelijke meer. Dus het was niet lastig, hoor ik kunnen zeggen? Nee, wij hebben echt niet het gevoel dat we onze politiek in deze regering kunnen waarmaken, mede dankzij de coalitiepartners. We hebben onze stempel daarop kunnen drukken en we hebben meer dan de helft van de budgetten in deze legislatuur bestuurd. Wij vonden het ook belangrijk dat de nieuwe bevoegdheden van de staatshervorming, dat we daarmee aan de slag zouden gaan. Dat is niet alleen gebeurd binnen de eigen bevoegdheden, maar ik heb vastgesteld dat Muiters het doelgroepenbeleid drastisch hervormd heeft. Dat Holmans de huurwetgeving hervormd heeft, dat het dierenwelzijn een nieuwe dynamiek gekregen heeft. Wij zijn daar alleen maar blij om, hè, dat we in al die verschillende departementen hebben kunnen komen tot hervormingen, zowel de onze, er is de modernisering van het onderwijs geweest. 10 jaar lang is er over gepalaverd. Nu is het een realiteit geworden. Wat betreft gezondheidszorg, de kinderbijslag en hervorming van gezinspartijen. Ik ga het over het palmares van Jo van Deurzen. Want ja, of het nu gaat over deze legislatuur, of de vorige, of die daarvoor. Ja, op welzijn zit een constante. Dat is Jo van Deurzen natuurlijk, die er nu wel mee ophoudt. Hij krijgt fraaie rapporten van onder meer de Standaard, die hem de stille hervormer heeft genoemd. Percepeert u dat ook zo? Ja, Jo is alom gerespecteerd in de sector van het welzijn, waar men weet welke prestaties dat hij levert. Ja, u verwijst onder meer naar kinderbijslag. U moet er wel bij zeggen, er is wel het is wel begonnen met een indexsprong, hè? Ja, dus wat betreft de kinderbijslag is de regeling de volgende, ook uitgebreid bediscuteerd geweest. Namelijk, in de beginjaren moesten we een bepaalde sanering doorvoeren, waar we het net over gehad hebben. Dat heeft als gevolg gehad dat enkele jaren men geen indexering van de kinderbijslag heeft doorgevoerd, maar... Waardoor het geen instrument is geworden om
armoede aan te pakken, was de kritiek. Nee, maar, en dat is het belangrijke punt, die middelen zouden gereserveerd worden om te injecteren in het nieuwe systeem van het groeipakket. Dus het was geen besparing op de kinderbijslag. Dat is ook ten volle gebeurd. Opnieuw heeft men lang gezegd, die middelen zullen er niet zijn. Ze zijn er wel, ze zijn wel geïnvesteerd in het groeipakket. En de studies over in welke mate het groeipakket bijdraagt tot het terugdringen van de kinderarmoede, toont aan dat het zal een bijdrage leveren van 10-15% om de kinderarmoede in de toekomst in Vlaanderen te kunnen terugdringen. Het is natuurlijk een project van de lange termijn. De kinderbijslag is net... Ja, je zal maar vandaag in armoede leven met kinderen natuurlijk en horen zeggen, ja, het is een project van lange termijn. Maar elke arme is er één te veel. Dat de kinderarmoede de afgelopen jaren is blijven stijgen, is natuurlijk iets dat, waar we absoluut iets aan moeten doen. De kinderarmoede stijgt ongeveer 10 jaar onafgebroken sinds het begin van de economische crisis. Wij hebben als CD&V... Ondanks het feit dat de kinderbijslag naar de gemeenschap is gegaan. Ja, maar de hervorming van de kinderbijslag is pas ingegaan 1 januari van dit jaar. Vandaar mijn vraag. Mijn opmerking, je zal vandaag maar in armoede leven met kinderen. Ja. En Peter Van Rompuy horen zeggen, het is een project voor de lange termijn. Nee, wat ik gezegd heb is, elke arme is er één te veel. En wij hebben in deze legislatuur erover gewaakt dat in elke hervorming die we deden, dat de sociaal zwakkeren zouden mee in rekening gebracht worden. Ik heb het voorbeeld gegeven van de kinderbijslag, waar de sociale correctie duidelijk aanwezig is. Ik geef het voorbeeld van de waterfactuur, waar er ook een belangrijke korting is van 80% voor mensen die het sociaal moeilijker hebben. Wat betreft de energieheffing is er ook een heel groot deel die vrijgesteld is van de energieheffing. We hebben de bijna beursstudenten die dus een... studenten die net niet in aanmerking komen voor een beurs. Maar kan dat op het auto van het CD&V schrijven? Want de minister die het coördineert is wel mevrouw Homas natuurlijk. Wij hebben bij al die hervormingen erop gehamerd en ervoor gezorgd dat de sociaal zwakkeren mee zouden worden genomen in de hervorming. En dat is, dan en dat is in het bijzonder de verdienste geweest van de CD&V. Toch wel, want de coördinerende minister is Lisbeth Homas. Hè? Ja, maar in al van die hervormingen die ik net genoemd heb, is het telkens de CD&V geweest. Dus zonder u zal het niet gebeurd zijn, hoor ik je zeggen. Wij hebben erover gewaakt dat deze regering ook een sociale politiek zou voeren. Een sociale politiek, zegt u. Jo van Deurzen heeft de zogeheten persoonsvolgende financiering opgezet. Mensen met een handicap krijgen een budget om zelf hun opvang te organiseren. De wachtlijsten zijn niet weg, hè? Nee, de wachtlijsten zijn niet weg. Toch geen smet op het blazoen? Want je begint met wachtlijsten aan het begin van de legislatuur en op het einde moet je vaststellen. Je moet altijd kijken naar wat is het bilan. Hè? Waar zijn de wachtlijsten duidelijk verminderd? Wel, dat is in alvast niet als het gaat over die persoonsvolgende financiering. Zoals ik onmiddellijk toekom. Hè? Ten eerste, de wachtlijsten hebben we kunnen grotendeels wegwerken in de ouders, in de woonzorgcentra, de rusthuizen. Nee, dat herken ik ook. Ja, maar ga je zien op het punt persoonsvolgende financiering. Wat moeten we doen om dat weg te krijgen? Ik kom daar onmiddellijk toe. Gezinszorg is toegenomen. In de persoonsvolgende financiering, dus de mensen met een handicap. Mm-hmm. Voor de mensen met een handicap hebben we de afgelopen jaren 20.000 mensen meer kunnen helpen dan in het verleden. Waarom zijn desondanks de wachtlijst toegenomen? Dat is omdat het systeem fundamenteel hervormd is. Waar dat je vroeger als persoon met een handicap... De instellingen kregen het geld en nu gaat de gehandicapte zelf zijn budget beheren. Wat betekent dat voor mensen met een handicap? Dat vroeger had je een plaats in een instelling, ja of nee. Eigenlijk was het vroeger alles of niks. Hè? Terwijl het huidige systeem is, je krijgt een budget. En daarmee kan je zelf gaan aankloppen bij instellingen. En daar zitten die wachtlijsten. En dat heeft ervoor gezorgd dat we aan de ene kant meer mensen hebben kunnen helpen, maar ook dat meer mensen een aanvraag hebben gedaan tot steun. Waar vroeger bijvoorbeeld iemand met een handicap... Maar hoor ik u nu zeggen, het systeem moet nog beter geïmplementeerd worden. Laat ons nog even afwachten dan opnieuw. We staan in ieder geval in de beginfase. Ja. En de huidige minister van Welzijn heeft 330 miljoen euro geïnvesteerd in de
persoonsvolgende financiering van mensen met een handicap. We hebben vorige week of twee weken geleden gehoord dat om alle mensen in één keer te kunnen helpen, nog een bak geld je maar liefst 1,6 miljard euro nodig hebt. Dat zal voor de volgende legislatuur zijn. We hebben niet zoveel tijd meer en ik wil het nog hebben over Jovan Deurze. Stop met politiek, weet u wat u gaat doen? Nee, maar dat moet u aan hem vragen. Hè. Maar ik ga er vanuit nog een beetje werken, want we gaan allemaal tot 67 werken. Hè. Dat zal hij zeker doen. Ja. Er is nog onderwijs. Hè. Hilde Krevits, Vlaams minister van Onderwijs, jullie boegbeeld nu en kandidaat minister-president van de Vlaamse gemeenschap. Is dat onder meer omwille van haar passage op het departement onderwijs dat ze die nominatie, als ik het zo mag zeggen, verdient? Wel, ik denk dat zij vooral een uitstekende vice-minister-president geweest is. Dat zij nu al 10 jaar minister is. Dat ze in Vlaanderen bewezen heeft dat ze over alle verschillende domeinen heen de kennis heeft en de ervaring om nog een stap hoger te zetten. En dat is het minister-presidentschap. En daar zijn we in de partij al maandenlang mee bezig. Dat is geen beslissing die licht genomen is of recent genomen is. En wij vinden dat zij daar helemaal klaar voor is, dat zij alle kwaliteiten daarvoor heeft, dat ze ook bewezen heeft in deze Vlaamse regering dat ze een echte ploegspeler is. U hebt het al aangehaald, hè? Die hervorming van secundair onderwijs, die is inderdaad afgerond. Er zijn nieuwe eindtermen. Maar op het einde van die regeerperiode, dan komen die onderzoeken naar boven waaruit blijkt dat het niveau van de leerlingen onrustwekkend daalt. En dan moet je zo naar de verkiezingen trekken natuurlijk. Ja, nu, die onderzoeken die tekenen zich al af sinds 2005. Al meer dan 10 jaar weten we dat we gestaag dalen. Maar van die 10 jaar is de helft onder het mandaat van Hilde Krevits geweest natuurlijk. Daarom ook dat in deze legislatuur er zoveel hervormingen gebeurd zijn. Net om ervoor te zorgen dat we die kwaliteit van het onderwijs terug kunnen opkrijgen. Ik wil ook zeggen dat we de zaak... Is het nog te vroeg om de effecten te kennen dan? Ja, bijvoorbeeld de modernisering van het onderwijs. Samen met de eindtermen, die zullen pas zullen ingaan in september. Maar opnieuw, daar is 10 jaar, in het geval van de eindtermen, 20 jaar over gepraat. En het is deze legislatuur dat ze eindelijk hervormd geweest zijn. Dus daar zijn heel veel hervormingen genomen om die kwaliteit op te trekken. En wat ik ook nog wil zeggen, dat is, er zijn ook dingen die nog goed gaan in onderwijs. Hè. Wat betreft wiskunde zijn onze Vlaamse leerlingen nog altijd de beste van de klas in Europa. Dus we mogen ook niet alles... Ja, het laatste PISA-onderzoek heeft natuurlijk wel aangetoond dat het inderdaad nog niet onrustbarend is, maar dat het wel daalt. Hè. Ja, maar daarom ook, we hebben van in het begin van de legislatuur die daling van de kwaliteit serieus genomen. We hebben verschillende nieuwe hervormingen erdoor geduwd. Er is ook het duaal leren, de eindtermen, modernisering van het onderwijs. Al die hervormingen die zijn er in deze legislatuur doorgekomen. En die onderzoeken zetten dat niet in de schaduw, hoor ik u nu zeggen. Nee, maar iedereen neemt die onderzoeken ernstig, wij ook. En daarom ook dat we die inspanningen leveren. Bijvoorbeeld als het gaat over begrijpend lezen, hebben we in de eindtermen de doelstelling basisgeletterdheid opgenomen, net om specifiek op dat punt dat schrikbarend achteruit gegaan was, om daar iets aan te doen. Op het einde van de legislatuur is ook nog het inschrijvingsdecreet goedgekeurd, hè, waardoor online aanmelding nu overal op hetzelfde moment zal kunnen gebeuren. Het had eigenlijk volgend schooljaar moeten beginnen, maar goed, omwille van dat belangenconflict is dat wat vertraagd. Nu, de N-VA lijkt twijfel te zaaien of dit zo moet blijven, nog voor het in werking treedt. Ja, ik heb ook met enige verbazing daarvan kennis genomen dat 2 weken nadat we het samen gestemd hebben, men er plots al afscheid van wil nemen. Nu, wij vinden het een goede hervorming die we gedaan hebben. Het kamperen, dat was eigenlijk onaanvaardbaar geworden. Ik heb zelf nog 5 jaar geleden 2 nachten moeten kamperen om mijn kinderen te kunnen inschrijven op een school. Ik wens dat niemand toe. Ik ben blij dat ik aan het einde van de legislatuur ervoor heb kunnen zorgen dat het kamperen dat gedaan is. En wij zijn voor het huidige systeem, omdat het een systeem is dat gelijke kansen garandeert. Een alleenstaande moeder die kan niet 2 nachten gaan kamperen. Ze moet gaan werken. Als je er nu op terugblikt, op de manier waarop het tot stand is gekomen, dat decreet, het moest eigenlijk vroeger in werking treden. Maar goed, daar was dat belangenconflict van Franstaligen in Brussel die het niet zagen zitten dat er voorrangsregels komen voor Nederlandstalige ouders om hun kinderen in Nederlandstalige scholen in Brussel te krijgen. Dat heeft heel de boel wat vertraagd. Achteraf bekeken,
Had men daar niet beter twee decreten van gemaakt? Eentje met de voorrangsregels voor Nederlandstaligen in Brussel en dan eentje voor die online aanmelding? Maar het belangrijkste is dat er is. Ja, met dat een jaar vertraging dat we hebben kunnen. Het is, denk ik, geen volledig jaar geweest. Nee, Ik had ook liever gehad dat er geen belangenconflict was geweest. Hè. We hebben vastgesteld dat er toch één gekomen is. We hebben daarmee moeten rekenen. Vandaar de vraag, maar ik ben vooral blij. Uit elkaar getrokken, die twee decreten. Was dat een oplossing geweest? Dat is allemaal gemakkelijk. Misschien wel achteraf. Ik wil nog eens terugkeren naar het begin van ons gesprek. Uw fractieleiderschap, met name de fractie waar u dan voorzitter van bent, heeft die goed werk geleverd? Want we hadden het over ministers, maar de parlementsleden, hebben die goed werk geleverd? Ja, ik denk dat onze fractie is een fractie van harde werkers geweest, volgens mij. Deze keer hebben ze geen statistieken genomen van hoeveel initiatieven men genomen heeft. Het was wel in de tijd, geloof ik, dat de twee actiefste parlementsleden op wetgevend vlak kwamen uit de CD&V, Karin Brouwers en Katrien Schrijvers. Kijk, ik denk dat wij... Dat is puur statistisch, hè. Maar gaat kijken hoeveel keer heeft men zijn handtekening gezet onder een voorstel van decreet. Maar het Nieuwsblad heeft dat ook gedaan, alle parlementsleden een rapport toegekend. Amper de helft van uw fractie haalt een voldoende. Is dat toch niet een beetje mager? Kijk, mijn fractie zijn werkers in de luwte. En er zijn weinig tafelspringers bij. En ik denk dat dat misschien de quotering, die ik ook trouwens niet altijd even correct en respectvol gevonden heb. Hè. Dat zal misschien meegespeeld hebben in die quotering. Maar we hebben in de luwte gewerkt. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld collega Durnay, die erin geslaagd is op de laatste plenaire zitting meer geld voor het basisonderwijs te realiseren en het inschrijvingsdecreet op één dag door als eerste te komen met een compromistekst die dan razendsnel door de anderen is goedgekeurd geweest. Heeft u Jan Durnay in de media opgevoerd gezien? Nee, helemaal niet. Maar hij is wel degene die de doorbraak geforceerd heeft. Dat is typisch CD&V. Binnenkort weten we wie terugkeert en wie niet. Eerst de verkiezingen afwachten. Bedankt in elk geval voor dit gesprek, Peter van Rompuy. Graag gedaan. Beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.